Een belangrijke activiteit in Ndé is de productie van de traditionele stof die Bogolan genoemd wordt. Het woord Bogolan betekent gekleurd met aarde. De vrouwen kopen de katoen op de markt in Bankas. Het komt uit de omgeving van Sikasso. In de Dogonvallei regent het niet genoeg om zelf katoen te verbouwen. Eerst worden de zaden uit de katoen gehaald. Dan wordt de katoen gekaard en vervolgens gesponnen. De vrouwen geven de gesponnen katoen aan de wever, die lange stroken van 15 centimeter breed weeft. Amakene wordt al een dagje ouder en jonge mensen zijn op zoek naar werk dat beter betaalt. Met het Bogolan-project wil ik ervoor zorgen dat dit werk interessant wordt voor de jongeren, zodat de kennis en traditie niet verloren gaan. De taak van Garibou is om de banden met dezelfde stevige katoen aan elkaar te naaien. En hij doet dat met veel overtuiging. De kleermakers maken tunieken en lange gewaden die ze boeboes noemen. Eniba maakt hier een dogonmuts. Eniba komt kijken bij zijn collega Sagou, die voor zijn huis aan het werk is. Hij maakt tunieken en boeboes. De specialiteit van Amadjougo is om de stoffen te kleuren. En bovendien vertelt hij erover met veel enthousiasme.
On fait comme ça pour que l'eau arrive partout dans son corps, quoi. Ouais. Voilà, quand tu fais comme ça, partout l'eau va arriver, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, donc je vais vous ramasser comment je faisais les bogolans là, les matériels ou les produits que j'utilise pour mon bogolan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, dans mon grenier, j'avais les feuilles d'acacia. Donc les feuilles d'acacia, avec ça, et les mimos. Les mimosa, les fruits du mimosa. Avec ça, le potasse. Donc avec ces trois fruits-là qu'on faisait notre bogolan. Met klei wordt de zwarte tekening op het geel aangebracht. Sagu legt zijn zoon uit hoe hij het moet doen. Maar het lijkt erop dat die er zo zijn eigen ideeën over heeft. Trois heures du temps comme ça et ça serait bien cuit comme ça quand tu fais la couleur là ça va bien donner quoi. Om de rode kleur te maken gebruikt Amadjougo de schors van de résigné die hij gedurende 3 uur laat koken.